Zolui, hier doe ik, als het weer mee zit, eens in de week voor 2 uur vrijwilligerswerk. Oeps, een vlogger die vrijwilligerswerk doet, kan dat wel? Ja, dat kan, mensen. Even kijken of ik kan vinden hoe het heet. Oh nee, dan loop ik naar achter toe. Waar ik vrijwilligerswerk doe, heet Wilde Plantentuin de Kaardebol. En ik doe het op een woensdag. Weinig mensen weten dat hier achter de Kaardebol is. In het voorjaar en de zomer en het najaar staan hier allerlei plantjes die te koop worden aangeboden. Het is nou winter, dus dat is helaas nog niet het geval. Maar daar kom ik ongetwijfeld nog een keer op terug. Dit is een impressie van verschillende plantjes die in de tuin aanwezig zijn. Om de zoveel tijd bij storm maait dit ding eraf. Dus hij wordt ooit wel eens weer netjes gemaakt. En dit is dan de kaardebol zelf, de tuin om precies te zijn. Er ligt nog sneeuw, dus er is weinig te zien. Dat mogen duidelijk zijn. En het is winter, dus we hebben eigenlijk niet in de tuin kunnen werken. En mochten jullie je afvragen wie of wat is een kaardebol? Dit is een kaardebol. En die grote daarachter ook. Deze dus. Een beetje inheemse tuin waar gewerkt wordt, heeft natuurlijk ook een mesthoop. Wat een mesthoop is, vragen jullie maar aan je ouders. Dit is er één. Daar waar dat onkruid op zit, dat is de tweede en die is al redelijk ver vergaan. Voor de rest, dat is overigens niet van de kaardebol. Maar we hebben het wel. We hebben hier ook bijen. Oh my god, ze zijn al actief. En dat doet de een of andere imkerij. Waarvan te zijner tijd de naam nog wel zal worden vermeld. De kaardebol heeft ook waterplanten in de aanbieding. Uiteraard inheems. En dat is dit geval. En niet te vergeten dit geval. Wat zit hier nog meer? Dit is een soort moestuin. En asielzoekers doen hier ook iets. En die asielzoekers werken bij Stichting Gast en officieel heet het wellicht Kleurrijke Tuin. Tot slot hebben wij ook een kweektuintje, dat is hier. En her en daar zie je wat kaardenbollen.